wat te doen in de tuin in de maand november. Ja, je kan natuurlijk binnen blijven zitten, hè? Kopje thee erbij, gezellig, gezellig. Maar toch, in de tuin is er best nog wel wat te doen om die tuin juist voorbereid te hebben op het nieuwe voorjaar, wat er toch wel aan gaat komen straks. Het eerste is het snoeien van de bladverliezende hagen. Dat kunnen zijn ligusters, het kunnen zijn esdoorns, beuken of in dit geval bijvoorbeeld de haagbeuk, de Carpinus betulus. Je ziet al dat hij aan het afsterven is. Hij gaat niet dood. Nee, het blad dat blijft er een beetje bruin aan hangen. En dat is het moment dat jij hem zou mogen gaan knippen. Als je in november geen tijd hebt, mag je dat gedurende de hele winter overigens doen. November is meer de eerste maand dat je ze flink aan kan pakken. Afgevallen blad moet je natuurlijk wel van je gazon blijven halen. Ik bedoel, dat proces dat gaat nog wel een paar weken door. En als dat echt een pak wordt op jouw gazon, krijgt het lichtgebrek, dat gras. En dan ontstaan er echt allemaal gele en uiteindelijk bruine vlekken. Dan ga je het over een paar maanden weghalen. En dan heb je juist een invalshoek voor onkruid en mos. Oftewel, het blad wat valt, gelijk weghalen en gooi het gewoon de bord erin. Daar waar het hoort. Afgevallen blad wat in de vijver terechtkomt, haal dat nou zo snel mogelijk weg met een schepnetje of iets dergelijks. Want als dat naar beneden zakt, dan gaat het lekker liggen rotten op de bodem. Een rottingsproces kost zuurstof en is dus slecht voor de vissen. Dus doe die vissen nou een plezier, haal dat zo snel mogelijk weg. Je kan er natuurlijk ook een net overheen spannen om het gewoon tegen te houden. Kan wel, in dit geval wordt het een groot netje, maar het kan wel. Eén ding wat je niet moet doen in november met je vijver, dat is grote werkzaamheden uitvoeren. Dat je de bodem helemaal wil gaan schoonmaken of zo, omdat die, ja, dat je weet dat er een dik pak rotzooi op ligt. Wacht daar nou mee tot na de winter. Dan ben je april, mei en dan ga je dat soort dingen uitvoeren. Als je dat namelijk nu zou gaan doen, dan maak je heel veel water smerig. Je beroert alles. Dat is slecht voor de vissen die de winterrust in moeten. En alle amfibieën, de kikkertjes, salamanders, alles wat zich ingegraven heeft in die bodem en in de kleilaag, dat ga je ook ineens verstoren. Komt ook niet goed. Dus dat moet je niet doen. Blad weghalen wel. Dat wel. November is ook de maand van het aanplanten van bomen, van hagen, van grote struiken. Noem maar op. Neem bijvoorbeeld deze Prunus laurocerasus. De laurier wordt die wel genoemd. Is natuurlijk geen echt, hè? Maar die worden normaal gesproken in potten gekweekt. Hartstikke duur. Kun je 12 maanden per jaar planten. Prima. Maar juist nu en de komende maanden kun je dit soort planten als kluitgoed kopen. Dat zie je hier heel goed. Hij is gewoon uit de volle grond gestoken. Er is een netje omheen gedaan en zo gaat hij ook de grond in. Dus inclusief dat netje, dat verrot wel. Maar door dat juist in deze jaargetijden te planten, koop je de mooiste volle planten voor de meest voordelige prijs. Dus als jij nog iets met je tuin wilt, qua bomen, struiken, noem maar op, doe het nu en in de komende maanden, want je krijgt echt de mooiste planten voor relatief het minste geld. En als het gaat vriezen is niet erg. Dat wou ik net zeggen. Er was me net iets voor. Als het gaat vriezen en de grond is hard, ja, dan houdt al het plantwerk op natuurlijk. Maar als de plant er helemaal in staat en je krijgt 's nachts een paar graden vorst, boeit hem niet. Kan hij prima tegen. Niks aan de hand. Oftewel, als jij nog wat wil met je tuin, zou ik het nu doen. Slim tuinieren. November is ook nog de maand dat we bollen kunnen planten. Het is de laatste maand, dus wat dat betreft moet je een beetje opschieten. En zodra het blad van de bomen is en van de struiken, kun je die natuurlijk gaan snoeien. Hè? Dan kan je prachtig zien welke takken je waar weg moet knippen. Oftewel, het snoeiseizoen, dat begint vanaf nu, kunnen we wel zeggen. Nou, tot slot, je vaste plantenborders. En of er nou grassen of vaste planten door elkaar staan, maakt niet uit. Laat die zoveel mogelijk met rust. Al dat oude gewas kan in de wintermaanden nog hartstikke mooi zijn als er wat sneeuw op komt of er komt wat rijp overheen. Maar als er nou plekken tussen zitten die je echt heel lelijk vindt, wat je gewoon een rommeltje vindt, knip dat dan weg en laat de rest met rust. Want dat sterft af. Is goed voor je bodemleven van de grond, maar het is ook goed voor allerlei andere dieren en kleine insecten die zich daar allemaal in gaan nestelen voor de komende winter. Egels. Egeltjes ook, die vinden dat ook heel erg fijn. Dus hou een beetje ook die ecologische waarde in je tuin. Dus vaste plantenborders, rustig aan. De rest, ga lekker los.